Hoi, ik heb jullie een nieuwe video en dit keer is het weer een unboxing van de Stelton Box. Voor de mensen die zich gaan afvragen, hey, waar is de review van de vorige? Er zat een gezichtscreme in en die moet ik toch iets langer testen. Ik had het ook verteld in de video hoor, maar iets langer testen dan dat ik normaal gesproken met producten doe. En dan kan ik hem, anders kan ik hem niet echt goed reviewen, dus die komt eraan. Maar de nieuwe is ook alvast binnen. Gewapend met mes. En we gaan hem even openmaken. Met mes. Met een mes. Och jeetje. Get your sparkle on. Nee, het is natuurlijk de... Oh, ik moet wel zorgen dat ik mezelf niet ga snijden of zo. Het is natuurlijk de... Mijn haar, jongens. De decemberbox. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga mijn haar toch even weer vastzetten hoor, jongens. Sorry, maar dit kan toch niet. Oh, even een clipje erin. Oké, de decemberbox. Ik ben heel benieuwd. Vorig jaar hadden we echt een grote doos. Er waren er ook wat vragen of die dan wat duurder was. Nee, ik heb er gewoon €12,50 voor betaald. Heel af en toe hebben zulke boxen dat ze net even wat uitgebreider zijn. En dan betaal je er gewoon voor dezelfde prijs. Gewoon dezelfde prijs voor. Dan. Dit is het boekje. En ik ga gewoon even kijken. Ik ga gewoon eerst even kijken wat erin staat. Starlux. En dat is een eyeliner pen. Yes. Yes. Want ik heb echt serieus een nieuwe eyeliner nodig. Of ik heb wel een eyeliner. Maar ach. Oké, een eyeliner pen. €18,50. Waarom doen merken dit? Weet je, ik vind vaak gekleurde eyeliner bij anderen ontzettend leuk staan. Ik denk van... Oh, dat moet ik echt gaan uitproberen. Ik krijg dit ding niet open, jongens. Dat ik echt denk van, oh, dat moet ik echt gaan uitproberen. En waar is mijn mesje? Oh. En dan doe ik het bij mezelf. En dan denk ik echt van, the fuck ben ik mee bezig, jongens. Kom op. En dit is dus een paarsige. Sorry voor het licht, maar het is echt winteraan om te filmen. Oh, verschrikkelijk. Oké. Okay. Het is ook echt gewoon om 4 uur begint het alweer donker te worden en zo. En ik word daar echt depressief van. Goed, dit is een beetje een paarsige kleur. Als ik hem open krijg, kan ik het je laten zien. En anders, sorry. Oké, geloof het of niet. Ik heb hem uit de verpakking kunnen krijgen. Starlux Pro Luxe Longwear Eyeliner Pen. En het heeft... Ja, het is echt een donker paars. Hij lijkt zwart. Hij is echt bijna zwart. Maar het is echt een donker paars. €18,50. Dan moet hij inderdaad ook erg lang wearing zijn. En dan moet hij ook... Ik vind zelf dan waterproof kunnen zijn. Maar... En ik heb hele waterige ogen. Ik weet niet of je... Deze eyeliner is een beetje... Maar ik hoop dat hij goed blijft zitten. Niet echt een kleur die ik iedere dag kan dragen. Maar... We gaan hem uittesten. Dan. Even kijken wat er verder in het boekje staat. Ik zie een oogschaduwdoosje. Leuk voor in de, voor mijn feestdagen. Van Hikari. En ik heb Emma. En ik ben benieuwd wat voor kleur de Emma heeft. Als ik Emma open krijg. Wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Ik sloot het doosje. Hartstikke fijn, jongens. Leuk zilver papiertje eromheen. Ik heb vandaag iets met openmaken van dingen. Oké. Okay. Oh, jongens. Echt serieus. Oké. Okay. Dit zijn de kleuren die Emma heeft. Oké. Okay. Niet echt... Oké, niet echt kleuren waarvan je zegt, wow, die kan ik iedere dag dragen. Maar hier kun je wel een leuke look mee verzinnen. En in combinatie met de eyeliner. Ik ga er even een paar swatchen. Jeetje. Het palet kost trouwens €14,50. En volgens mij, ik heb even de donkerste kleuren gepakt. Redelijk pigment. Ik ben benieuwd hoe ze blenden op de ogen. Want dat is natuurlijk ook altijd een... Vraag. Ik doe het even zo hoor, jongens. Sorry. Dat is natuurlijk ook altijd een vraag. Dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat ze op de ogen ook goed blenden. Maar oké. Okay. Verder. Ik zie een nagellakje. In natuurlijk een prachtige zilveren kleur. Hij is een beetje zilver
paarsig. Dus dat is op zich wel leuk. Heeft hij nog een naam? Hij heeft geen naam. Oh, 415. Oh, jeetje. Jongens. Het is een beetje een glitter paarsige kleur. Wel leuk. Leuk voor de feestdagen. Leuk dat het een beetje op elkaar afgestemd is. De oogschaduw is een beetje paars-roze-achtig. De eyeliner. Het nagellakje. Top. Steltoon. Top. Steltoon.com kun je deze krijgen. Leuk. Blackhead Pore Strips. Altijd goed. Oh. En ik heb er 5. En het is een jelly. Oké, hij is in ieder geval van Blackhead. Blackhead en het zijn pore strips. Ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat doen voor mijn huid. Het staat in het Chinees. Het komt volgens mij ook echt uit Japan en dat soort dingen. Komt in de review. Ik ga het je laten weten in de review. Laatste product die erin zit. Ze zijn trouwens 10 euro en ik gok voor 5. Glam by Melanie Mills. En dit is een Body Radiance. Oh. Dit is dus zo'n light gold. Oh, fantastisch. Dus zo'n product waar een lipje op zit eerst. Die je net even zeg maar over je been of zo heen doet. Weet je wel? Om even de illusie te geven dat je van die prachtige zijdezachte beentjes hebt. Ik ga hem even op mijn hand aanbrengen. Het is echt goud. Vloeibaar goud. Waarom doe ik het zo terwijl er een tube... Oké, laat maar. En als je het uitsmeert... Die gaan we gebruiken met de kerst. Het geeft echt zo'n... Ja, je ziet het nu echt voor geen meter. Misschien zo een beetje. Zie je het? Het geeft echt zo'n mooie glow. Cool. Leuk voor hier of zo. Voor je beentjes en je armpjes. Ik vond het een leuke box. Leuke dingen ook voor de kerst. Ik ben heel benieuwd naar die pore strips, want ik snap er echt helemaal geen donder van. Leuk dat de dingen op elkaar afgestemd zijn. Ik ben heel benieuwd naar de eyeliner. Kijk of het werkt. En de glam glow ding geval. Top, gaan we gebruiken. Helemaal goed. Bedankt voor het kijken en vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!